Vanaf volgende week gaat Duitsland weer grenscontroles invoeren. Hoe deze controles er precies uit gaan zien, is nog onduidelijk. Veel inwoners uit grensgemeenten, zoals gemeente Bergendal, gaan wekelijks, al niet dagelijks, over de grens. Gaan de controles voor problemen zorgen? In de gemeente Bergendal is veel grensoverschrijdend verkeer. Boodschappen doen in Duitsland of voor werk naar Nederland. Veel inwoners gaan regelmatig de grens over. Burgemeester Mark Slinkman is dan ook niet blij met het plan van Duitsland om weer grenscontroles in te voeren. Ja, kijk, dan komt die grens feitelijk weer terug. Dus je moet je iedere keer bewust zijn, ik ga nu naar het buitenland. Ik kan aangehouden worden, ik moet mijn ID bij me hebben. Je ziet ook dat er heel snel opstoppingen ontstaan. En we zien dat bijvoorbeeld bij het voetballen zagen we al heel snel een voetbalfile richting Duitsland ontstaan. Maar ieder jaar weer als er vuurwerk gekocht wordt massaal in Duitsland, dan zie je het ongeveer hier beginnen de file. En die gaat dan door tot aan het Trajanusplein in Nijmegen. Of het echt een realistisch plan is, vraagt Slinkman zich af. De grens met Nederland lijkt hem niet de juiste plek om grenscontroles uit te voeren. De motivatie die men geeft is het stoppen van illegale migratie en het stoppen van moslimterrorisme. Ik heb nog nooit in de krant gelezen dat er islamitische cellen vanuit Nederland Duitsland infiltreren. Als je dan een maatregel wilt nemen, dan zou ik die maatregel nemen daar waar die werkt. En daar waar geen illegale migratie is, maar je wel een grensregio gewoon verstoort, dan is het niet nuttig. Maar wat vinden inwoners van de grensstreek van het plan? Ik ben er niet zo bang voor eigenlijk. Dat werkt niet, denk ik, in deze tijd. Er zijn zoveel grensovergangen. En ja, ze kunnen denk ik nooit alle grenzen controleren. Op zich is het wel goed. Zodat ze wat meer terrorisme kunnen tegenhouden daarin. Als ze dan een keer controleren, dat doen ze trouwens nu ook wel vaker. Dan mag ik eigenlijk meestal doorrijden. Of er echt problemen ontstaan volgende week, dat is nog de vraag. Ik denk alleen dat het wat langer duurt voordat je bij je bestemming bent. Voor mij persoonlijk geen grote problemen. Misschien af en toe lastig. Als je af en toe moet wachten, maar... Verder niet een hele groot probleem. Maar ik verwacht ook niet dat het echt hele grote controles gaan worden. Maar dat de hele grenspot dicht gaat zitten. Want volgens mij kan dat helemaal niet. Ja, dat meer politie overal staat. En meer controles voeren, als normaal. Ja, je kunt er toch wel over als je per se zou willen. Dus, maar Duitsers zijn strenger als Nederlanders, hè?